ik ga vandaag laten zien hoe een VA2-proefje in zijn werk gaat. Bij mij ging het ook niet helemaal, want ik vind het ook nog erg lastig om te proeven. Maar ik heb er wel zin in. We gaan beginnen met vaardigheid 2. Hoogte is 50 centimeter. En dit is een proef die gedeeltelijk springen en gedeeltelijk dingetjes die je moet kunnen laat zien. Dus eigenlijk echt vaardigheden. Tess zit gewoon op haar eigen pony Bel en het is een FNRS proefje. Oké, ze begint met afwenden bij A. In arbeidsstap tussen het poortje halt houden en groeten. Hier krijgt ze een 7 voor en zitten verder eigenlijk geen bijzonderheden bij. Je ziet dat er balletjes op de pionnen liggen en die mag ze er dus niet afgooien. Nou, de volgende is voorwaarts in arbeidsdraf, C op de rechterhand. Hier wordt gezegd dat ze meer stelling moet hebben. Voor E verlichte zit, dus dan moet ze eigenlijk een heel rondje rijden. Bijna een heel rondje. En dan bij E moet ze in de verlichte zit. En dan EC wenden en over de balken draven. Je zult zo meteen zien dat dat nog niet zo makkelijk gaat met Bel. Die vindt het toch allemaal een beetje spannend. En dat maakt het wat lastig. Ze gaat in de verlichte zit. Ze gaat nu over de balkjes heen draven. Bel zegt, nou weet je wat, ik doe het niet. Ze gaat toch in stap en daar krijgt ze dan een 5 voor. C, oefenslag volgen en arbeidsdraf doorzitten. Tussen F en A, arbeidsklop rechts aan springen. Dus je moet best wel een stukje doorzitten hier, voordat je daadwerkelijk overgaat in de galop. En dan zometeen gaat Tess aanspringen in de hoek. Dus C en A. In de goede galop en krijgt hij ook een 7 voor. KH, minimaal 4 galopsprongen in de verlichte zit. Daar krijgt ze een 6 voor. Niet gaan zitten tussendoor. Tussen C en B arbeidsdraf. Tussen H en C arbeidsdraf. Daar krijgt ze een 7 voor. En dan een B arbeidsstap. Dit is één stukje. En dan is het tussen B en F afwenden en tussen de balken instappen. En dan tussen E en K, hoefslag links volgen. Ze stapt keurig doorheen. Ze gaat zo meteen hoefslag links volgen. Ze krijgt hier dan ook een 7 voor. Daarna moet ze tussen K en A in arbeidsdraf. En daar krijgt ze een 6 voor, omdat ze in de verlichte zit gaat zitten. Dat komt omdat hij na de verlichte zit komt en die wordt gelijk voorgelezen. Omdat je dan het volgende stukje al krijgt. Maar M verlichte zit, C, E wenden en over de balken draven, E hoefslag volgen. En wat doet Tess? Die heeft dan de hele tijd in de verlichte zit gezeten. Alleen als ze bij M in de verlichte zit moet, gaat ze heel even en dan vervolgens licht rijden. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dus staat er geen verlichte zit, dan krijgt toch nog een 6. Tussen K en A arbeidsklop links aanspringen. Nou, dat is niet zoveel moeilijks aan, dat is gewoon aanspringen en... Dat doet ze. Dus daar krijgt ze een 7 voor. F en minimaal 4 galopsprongen in de verlichte zit. Nou, dat doet ze dan weer niet. Ze blijft gewoon zitten. En dan krijgt ze dan een 5 niet getoond. Tussen M en C arbeidsdraf. Voor E arbeidsstap. En dan krijgt ze ook een 7 voor. Omdat er iets anders is dan overgang. En dat doet ze gewoon netjes. Tussen E en K afwenden en tussen de balken doorstappen. Daarna linkerhand en arbeidsdraf. Nou, gaat keurig tussen de balkjes door. En daarna gaan ze keurig met de linkerhand. Dus daar krijgt ze ook een 7 voor. Vervolgens moet ze helemaal naar B. En dan krijg je BE, een half grote volte en daarna verlichte zit. En dan staat er dat ze op het vierde been licht rijdt. Zo. En dat de halve volte te klein is. B, C, wenden en kruisjes springen. C, hoefslag volgen en arbeidsdraf licht rijden. Het is best veel achter elkaar lezen. Tess die gaat hier natuurlijk de best doen. Alleen ze heeft geleerd met springen om niet in de verlichte zit te gaan zitten de hele tijd. Dus Bel denkt ook van nou weet je wat, ik doe het lekker niet. Dat geeft dus niet bij een proef. Bij een proef is het niet erg als er iets niet goed gaat. Het enige wat er gebeurt is dat je een punt aftrek krijgt. Nou, vervolgens gaat ze het nog een keertje proberen. En dan zal je zien dat Bel weer niet over die hindernis heen wil. Dat is nog steeds niet erg, want je mag 3 keer weigeren.
na 3 keer, dan moet je de proef voortzetten. Dus bij de 3e weigering moet je gewoon denken van, oké, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Dus ik ga gewoon verder. Niet in paniek raken of wat dan ook. Gewoon rustig doorrijden. Maar Tess rijdt hem voor de 3e keer aan. En zometeen zul je zien dat ze wel over het kruisje heen gaat. En dan krijgt ze er dus ook gewoon een 7 voor. En hoppa, daar gaat wel. A, afwenden. Daarna arbeidsstap. Oh, sorry. C, hoefslag volgen en arbeidsstap ingedraaien. Nou, dan mag ze naar A. En bij A moet ze afwenden, daarna in arbeidsstap overgaan en tussen de poortjes doorrijden. Dan vervolgens tussen D en G minimaal 6 passen bij de voeten uit de beugels, daarna beugels weer aandoen. Nou, wel slingert hier blijkbaar. Tess doet wel de beugels uit en ze krijgt hier ook gewoon een 6 voor. Het is een beetje lastig met de camera om te zien of de pony ook echt slingert. Alleen de jury zit er natuurlijk recht voor, dus die kan dat goed zien. Bij C op de linkerhand, tussen C en H, arbeidstrap. Dus moet je eventjes wenden, wel alvast laten kijken waar ze heen gaat. En dan vervolgens mag ze tussen C en H, arbeidstrap. Je krijgt ze dan ook een 7 voor. E mag ze weer afwenden, B op de rechterhand en verlichte zit. En hier zeggen ze, krijgt ze een 6 omdat ze langer rechtuit zou moeten. Ja, ze maakt snel een bocht. Oké. Dan gaat ze naar A, E wenden en kruisje springen. E hoefslag volgen en arbeidsdraf licht rijden. Dat gaat ze doen. En Bel die springt een beetje vanuit stap, maar ze doet het wel. En hier staat actiever. Dat is logisch, want ze gaat bijna vanuit stap. C afwenden en door het poortje rijden. A op de linkerhand. En hier staat hetzelfde als bij 2. In 2 stond er stelling. Dus ze laat Bel niet voldoende kijken waar ze heen moet. Als ze eenmaal bij A op de linkerhand gegaan is, dan moet ze voor M verlichte zit, C, E wenden en over de balken draven, E hoefslag volgen en arbeidsdraf licht rijden. En ze gaat hier voor M in de verlichte zit, maar vervolgens gewoon licht rijdend over de balkjes heen. En dat moet je dus niet doen, je moet in de verlichte zit. Dan gaan we naar in arbeidsdraf en dan A is het afwenden, tussen het poortje doorrijden, X arbeidsstap en tussen X en G halt houden en groeten. Nou, hier gaat Bel te vroeg in stap, dus krijgt ze er een 6 voor. En dan vervolgens is het voorwaarts in stap de rijbaan verlaten, hier krijgt ze een 7 voor. Dan krijgen we de rest en dat is de juistheid van het tempo tijdens de proef is een 6. Overzicht van de ruiter, correct rijden, algemene indruk een 7. Houding in vliegtuig zit een 6. Houding in balans tijdens de oefeningen een 6. Beenlichting en juistheid ter beenhulpen een 6. Handhouding en juistheid ter teugelhulpen een 7. Verzorging en de ruiter, van ruiter en paard een 7. Je mag voor de hindernis best strenger zijn voor je pony. Overtuig hem, zitten blijven in vliegtuig zit. Niet gaan licht rijden tussendoor. Ze krijgt 185 punten voor deze proef.